Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe is het ongeveer een week nadat ik bekendgemaakt heb dat ik minder ga vloggen? Ja, niet echt een heel leuke week gehad, maar er zitten wel weer genoeg positieve dingen in om door te gaan. We gaan gewoon weer verder, jongens. Hoe moeilijk het ook af en toe is. Maar we moeten gewoon verder. Het hebben wel een hoop rust gegeven. Niet meer de drang van... je moet zoveel vlogs in een week maken. Daar had ik echt totaal geen zin meer in. Dus inmiddels zijn we gewoon weer verder gegaan. Heb ik lekker rust eraan gedaan. Jullie hebben het gezien. Ik ben inderdaad gestopt. De laatste staat volgens mij 4-5 dagen of zo, denk ik, ongeveer. Dus ik heb gewoon lekker rustig aan gedaan. Ik heb vorig weekend ook helemaal niks gefilmd. Ik heb dit weekend, nu gefilmd, voor het eerst. Ik weet nog niet dat ik vanmiddag ga filmen. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar ik moet nog even kijken hoe het gaat worden. Heb ook een beetje met Feyenoord te maken. Feyenoord moet tegen AZ vandaag uit. Dus we gaan wel zien. Als niks is, dan ga ik misschien nog wel even naar buiten om een vlogje te maken. Nou, in ieder geval, hier hebben we dus het grote gat. Hebben we hier ook het grote gat. En daar hebben we dus de oude Elisabethhoeve. Dat is tegenwoordig een sportschool is het. Ik heb in ieder geval hier al een heleboel keer gefilmd. Maar ik wou even laten zien dat ik er weer was, dat ik er weer ben. En in ieder geval komen er weer vlogs aan, te beginnen met volgende week. Volgende week dan ga ik weer een leuke vlog opnemen, want dan gaan we naar Ahoy, gaan we naar 100% Auto Live. Dus dat is wel leuk. En dan gaan we daar lekker mooie auto's filmen en zo. Daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Nou, het is ongeveer, het is nog heel vroeg, het is ongeveer bij 10 is het, zondagochtend. Ik denk, ik kan wel even hier even een vlogje opnemen, het zal wel niet zo druk zijn. Nou, ik ben inmiddels al 3-4 mensen tegengekomen, dus 5 en 6 zie ik ook al. Het is in ieder geval wel druk hier ook, maar de locatie is niet echt heel erg belangrijk. Maar gewoon weer even laten zien dat ik nog leef en dat ik er nog ben. Euro Truck Simulator gaat nog steeds door. Morgen kunnen jullie weer een nieuwe video verwachten op mijn kanaal van Euro Truck Simulator. Dus in ieder geval gaan we weer lekker vloggen. Voor zover het kan. Ik heb echt een periode dat ik ook geen zin heb om te vloggen. Ik weet niet wat het is. Ik heb er gewoon geen zin meer in. In de kou. En in de kou en gewoon weinig inspiratie. Ja, om dan een vlog te maken, lekker belangrijk. Dus ik heb zoiets van, dan vlog ik maar even niet. Ik heb even een paar dagen heerlijk rust gehad. Heerlijk. Ik vond het ook wel lekker hoor. Ik heb het natuurlijk ook al met mijn vakantie gehad. Dat ik in mijn vakantie de hele week niet gevlogd heb. En dat... dat beviel me echt goed. Dat beviel me echt goed. Niks hoeft, alles kan. Gewoon lekker rustig aan. Het zonnetje schijnt trouwens vandaag. Vind ik wel heel bijzonder. Want het is de afgelopen paar dagen nou niet echt heel erg lekker weer geweest. Oh, flinke regenbuien gehad. En niet koud, dat niet. Maar dat kwam ook door de regen. Maar hier moet ergens nog een vliegtuig voor mij leggen. Hier ergens. Ik ging ooit eens een keertje hier vliegeren. Met zo'n, hoe noem je dat, zo'n computergestuurd ding. Die was toen hier in de bossen geëindigd. Nooit meer teruggezien. Nooit meer teruggezien, dus Die moeten hier ergens nog leggen. We hebben toen nog de hele
ja, alles helemaal uitgekampt, helemaal. Kijken waar die was. Ja, ook nergens. Ja, als je hem hier kwijtraakt, ja, dan wordt het wel een heel moeilijk verhaal om hem terug te vinden. Het zijn best wel grote penselen. Groen, dus ja. Dus vandaar. Dus ja, ik wou nog eventjes, toch eventjes deze vlog opnemen, alvast om te beginnen. Nou, het gaat goed met me nou. Het gaat een stuk beter. Ik ben een stuk positiever als wat ik een week geleden was. Toen had ik echt een beetje benauwd en ja, voelde ik me eigenlijk niet zo goed. Nou, gaat het al een stuk beter. Ik moest gewoon even rust nemen en dat heb ik nu lekker gedaan. Het kan zijn dat ik misschien wel weer terug ga vloggen achter elkaar, maar dat weet ik nog niet. Dat gaan we wel zien. Voorlopig pak ik even mijn rust en wil ik eventjes rustig bijkomen. Lekker de tijd nemen. Het was allemaal veel te gehaast allemaal. Dat is eigenlijk wel eigenlijk het grootste wat me eigenlijk genekt heb eigenlijk. Dat was gewoon dat ik me totaal mezelf geen rust meer gaf. En ik totaal maar snel van hup, snel dit, hup, snel dat, hup, snel zus, hup, snel zo. En dat is eigenlijk een beetje hetgene geweest wat me eigenlijk genekt heb. Daarom had ik dus rust nodig. En ben ik dus even, was ik dus heel even gestopt mee. Nou, hier kan ik verder niet, dus ik ga verder weer terug. Hier kom je weer op de dijk. Ik heb geen zin om op die dijk te lopen. Ik loop gewoon lekker in het park tussen de bosjes. En ja, even lekker even een wandelingetje. Dat heb ik ook al een hele tijd niet meer gedaan. Ja, een beetje te gestrest was ik de laatste tijd. Ik gaf mezelf ook totaal geen rust. En nu geef ik mij gerust. Jullie hebben het ook gezien in de GTA livestreams. GTA livestreams heb ik ook wat minder gedaan. Vooral ja, als ik dan s'avonds gewerkt had, dan had ik niet echt zin meer om GTA te spelen. Dan lag ik eigenlijk op de bank en dan was ik eigenlijk heel snel onder zeil. Dus nee, het is wel lekker om eventjes bij te komen. Hier heb ik ook nog eens een keer een vlog opgenomen. Hier ook. Ja, niet de zoveelste vlog, want die had ik toen een keer hier aan de overkant van de dijk had ik die opgenomen. Dus ja, ik vond het wel even lekker om even buiten te zijn. Om nog eventjes een wandelingetje te maken. Batterij heb ik opgeladen. 1 batterij heb ik opgeladen, dus misschien ga ik vanmiddag nog wel eventjes de deur uit. Dat weet ik nog niet. Kijk wel eventjes wat ik doe. Ja, ik moet toch even kijken. Ik heb niet echt zin om hele spannende dingen te gaan doen. Daar heb ik niet echt heel veel zin in. Dus gewoon lekker op het gemakkie, rustig aan. En dan komt alles wel weer helemaal in orde. Ja, de afgelopen week ook niet echt heel veel dingen gebeurd of zo. Gewoon lekker rustig houden. Ja, in ieder geval aankomende zaterdag, dus dat is aanstaande zaterdag voor mij al, voor jullie ook. Dan gaan we naar Ahoy. Dan gaan we naar 100% Autolive. Ja, normaal vroeger heette dat 100% Tuning, heette dat vroeger. Tegenwoordig heet dat 100% Autolive. En dan gaan wel aardig wat mensen mee hoor. Rob gaat mee. Joost gaat mee en Ramon gaat mee. Dus dat is wel leuk. In ieder geval een hoop mensen die meegaan. Dus dat is wel leuk. Ja, voor de rest een beetje lekker filmpjes gekeken en een beetje gegamed. Ik ben weer heel erg ver in mijn Efteling Park. Ik ben ook weer aan een nieuw Planet Coaster. Ben ik ook weer aan het bouwen. Dus ja, dat komt ook allemaal weer een beetje hetzelfde eigenlijk. Dus ja, we gaan het wel zien wat we gaan doen. In ieder geval, ja, kijk eens soms. Oh, wat is mooi. Ik vind dit mooi. Kijk eens. Ik heb wel iets landelijks, hè. Vroeger voor mij een eiland geweest. Er heeft vroeger ook nog een van de kasteel of zo opgestaan. Nou, je ziet het heleboel groen hier ook. Toch best wel veel groen hier ook. Dus ja, mooi. Dus
Ja, dat was eigenlijk even een klein beetje mijn relaas van de afgelopen week. We gaan gewoon door. We proberen zoveel mogelijk abonnees te halen. Dat is natuurlijk wel leuk. Ik vlog nogmaals, om het nogmaals te benadrukken. Ik vlog voor de plezier en niet om de likes, de kijkers, de abonnees. Elke abonnee is gewoon hartstikke tof. Vind ik hartstikke leuk. Als je abonneert, hartstikke tof. Maar het is niet een streven. Ja, misschien ben ik al... ik ben een van de weinige YouTubers, volgens mij nog tegenwoordig in het universum, die... die niet echt met abonnees en statistieken en duimpjes omhoog bezig is. Ik doe gewoon mijn ding. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. En wat ik niet leuk vind, dat doe ik gewoon niet. Heel simpel. En gewoon lekker rustig aan. Op je gemakkie. Dus ik ben ook niet meer zo echt heel erg van de andere YouTubers kijken. Dus tegenwoordig één kanaal die ik tegenwoordig kijk, en dat is voor mij heette die Relax 88 of zo, of 78.nl heet die. Vind ik wel een hele leuke vlogger, vind ik dat. Woont in de buurt van Alkmaar. Daar kijk ik graag naar. Maar voor de rest, nee. Ik kijk niet echt heel veel andere YouTube-kanalen meer tegenwoordig. Al helemaal niet eigenlijk van andere mensen die in pretparkwereld leven. Daar kijk ik bijna de laatste tijd niet meer zo erg veel naar. Ik kijk meer een beetje naar interessante video's. Crime kijk ik best wel vaak. Ik kijk een beetje horror. Gisteren heb ik Children of the Corn gezien. Een hele oude film. Maar dat vond ik wel heel erg leuk om te zien. Misschien ga ik vandaag nog even Children of the Corn 2 kijken. Ook echt een hele leuke, mooie griezelfilm. Een hele oude griezelfilm, maar mooi. Maar een hele oude griezelfilm. En we zitten nu toch een beetje in de Halloween sfeer. Ja, heb ik totaal helemaal niks met Halloween. Ik vind het eigenlijk helemaal niks eigenlijk, Halloween. Ik heb er helemaal niks mee. Daarom ga ik ook niet naar die evenementen met horror en met Halloween en zo. Je hebt natuurlijk nu weer al die pretparken die allemaal een Halloween show geven en zo. Ja, ik ben daar niet zo echt heel erg in thuis. Ik vind dat niet echt heel erg leuk. We zouden nog naar Toverland gaan, maar dan moet ik even kijken of dat nog wel doorgaat. Want ja, het is een beetje allemaal op een laag pitje allemaal. Daar heb ik zelf voor gekozen. En dat bevalt me eigenlijk een stuk beter dan dat ik elke keer maar verplicht weer die video's ga drukken. Dat is het eigenlijk een beetje. Dus dat is een beetje eigenlijk het verhaal eigenlijk rond mijn YouTube kanaal momenteel. Ik wil eigenlijk ook wat meer series gaan doen. Ik wil eigenlijk meer computer games laten zien. Ik wil eigenlijk meer een beetje dadelijk naar het computer achter gegaan in plaats van vloggen. Het is natuurlijk winter. Kom ik toch al minder snel buiten. En misschien is het wel leuker om een beetje wat meer games te gaan doen. Series te gaan maken. Net zoals Eurotruck Simulator 2. Ja, dat vind ik momenteel even leuker om te doen dan vloggen. Dus vandaar. In ieder geval, dit was de vlog voor vandaag. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En laat even een berichtje achter in de comments wat jullie ervan vinden. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Bye bye. Hoi.